met de vork bewegen. Verplaatsen op je bord. Met de vork prikken. Niet over de rand duwen, hè? In het midden van je bord, in het midden. Lekker. Is het lekker? Hé, hey. Ja. Hallo. Hand voor je mond als je hoest. Goed zo. Is het lekker? Nou. Zullen we die maar even bewaren? Voor straks. Eerst even dat lekker opeten, hè? Goed hoor. Bollewangen hapsnoet. Eet smakelijk, lieverd. Eet smakelijk. Smakelijk eten. Met zijn vork. Kom vast. Prikken. Zo ja. Goed zo, Siloetje. Geen slap om, hè? Je doet het voorzichtig, toch? Het is heel scherp. Ja, het mes is heel scherp. Oh. Andersom. Een beetje harder drukken. Oh, oh nee. Heb eens. Oh. Ik kan het wel, met mijn hand. Oh.
Nou, ik vind het toch lekker. Jij dan? Ik kan het wel. Jij ook, hè? Mijn handen. Ja. Lekker zoals het is, hè? Boontjes tussen de vingers. Met de handjes eten. Zijn wat? Deze wat zijn dat? Babybonen? Wauw. Oeh. Haal die eraf, de draadjes? Kijk, 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 de draadjes halen we eraf. Die moeten eraf. Kijk, 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 kijk. Nee, daar stik je in. Kijk, die. Kijk. Die is goed. Hou vast. Kijk, maar deze draadjes. Daarom maakt mama ze schoon, maar dat lukt niet altijd heel goed. Zo. Dat heette de rangen. Eet maar op wat wel goed is. Deze? Ja, was dat? Nee, natuurlijk niet. Maar die is van speelgoed, toch? Ja, maar bewaar ik hem even tot na het eten. We hebben nou vieze vingertjes, toch? Ik kan niet overal aan zitten. We hebben nou eten aan de vingers. Lekker hoor. En hier aardappels. Oeh, die dolle aardappeltjes. Ik ben nog klaar.
boterboontjes. Spersieboontjes in de boter. Wat doen ze? Rossi. Volgens mij zijn ze aan het wiebelen. Nee, ze zijn aan het rossi maken. Oh ja? Waarom dan? Nou. Waarom maken ze rossi? Ze hebben gestopt. Mama, ik heb een miniertje. Hier komen de draadjes uit. Hier komen de draadjes vanuit. En daarom zijn ze klein en groter. Kijk, twee oneertjes. Dit zijn boontjes. Dan heb ik de ene kapot. Dit is een stukje. Deze moet nog stuk. Oh. Zit aan je vinger. Oh. Kijk eens naar je nagel van je wijsvinger. Die. Nagel van je vinger. Bovenop. Wijsvinger. Die. Kijk dan ernaar. Goed zo. Mama, kijk nou. Een mini-ertje. Ja. Kijk. Een beetje ongesloten heb ik het nu. Zo. Knetter de knetter onder de tafel. Wat zijn dat? Zeehondjes in de grot? Of ijsberen? Zeg maar een bruin beertje achter twee bergen. Een bruin beertje achter twee bergen. Windjes. Komen die uit de grot? Nee. Uit een kleine poepgaatje. Windjes. Uit mijn bil. Uit je bil. Uit mijn billen. Noemen we poepies beertjes? Nee. De bruine beertjes. Niet. Nee, hè? IJsberen. Klontjesberen. IJsberen. Klontjes uit.
Klontjes ijsberen. Klontjes ijsberen. Klontjes bruine beertjes. Klontjes ijsbeertjes. Hij stinkt? Hij stinkt als een trol. Als een trol? Nee. En jij? Stink jij ook wel eens zo hard? Nee. Nee, hè? Ik ben... Silou ruikt altijd naar roosjes. Nee, hoor. Nee? Dit zijn geen roosjes. Nee? Roosjes kun je opeten en daar word je ziek van. Sneeuwwitje doet dat ook. Oh, echt waar? En waar is de prins van Sneeuwwitje? Mama, mag ik daar even af? Ben je al klaar? Heb je goed gegeten, zeg? Lust jij niet een lekker toetje erachteraan? Je hoeft de boontjes niet op te eten. Zal ik een lekker toetje pakken? Ja. Ja? Dat ben ik! Even aankomen, hè? Mama, dat ben ik. Dat waren wij. Ik ga wat lekkers pakken, ja, dat, voor jou. Ik en... Lekker toetje. Ja, ik en... Een lepel kun je niks. Papé. Oh, hallo. Hè? Wat is dat voor toetje? Wat staat er? Een monstertoetje. Oh, een monstertoetje. Staat er een... Mama, staat er op de achterkant een monster? Een monstertje. Mama, een oranje monster. Ga je dat doen zonder knoeien of ga ik even de slap pakken? Wacht, hè. Mama, ik zie een monstertje. Ja, goed gezien. Een monstertje. Oh, een monstertje.